De eerste tip is als je toch bij een grote winkelketen, een fast fashion keten, een product wil kopen en je voelt je een beetje schuldig, dan kun je op de website van Schone Kleren Campagne een vraagkaart downloaden waarmee je naar de kassa kunt gaan. En daarmee stel je de vraag aan de kassa, mevrouw of meneer, kun je mij vertellen waar deze jurk of broek is gemaakt en wat het loon is geweest van deze persoon. Nou, dan raken ze natuurlijk in de war. Dus die kaart geven ze dan aan hun manager en de manager moet daarover nadenken. En dan sturen ze jou weer een mailtje terug met hopelijk een antwoord. Mijn tweede tip is het herwaarderen van je eigen kledingkast. Ik heb veel kleding die ik al lang heb en combineer het dus met een duurzaam item of een gekke legging. En zo krijg je item ineens weer een hele nieuwe, frisse, andere look.